wil u vooral bepalen bij die paar woorden die we lezen, aan het slot van vers 47, waarin Jezus tegen de discipelen zegt, u moet gaan preken. U moet gaan preken bekering en vergeving der zonden en aan alle volken. Maar u moet beginnen in Jeruzalem. Beginnende van Jeruzalem. Beginnende van Jeruzalem. Geliefden, u weet allemaal wel wat er 7 oktober vorig jaar is gebeurd. Er zijn er meer dan 1000 Joodse mensen vermoord door een terreurorganisatie, Hamas. Wat er daarna ook is gebeurd. Het lijkt langzamerhand wel alsof Israël de terreurstaat is en daaromheen allemaal zeer vredelievende en zielige en nare mensen wonen die door Israël op een verschrikkelijke manier worden getiraniseerd. Sommige media propageren dat beeld ook. Vooral de grote media in Nederland. De NOS bijvoorbeeld, Volkskrant, NRC enzovoorts. Daar schep je soms de jodenhaat van de bladzijden af. En de eenzijdige berichtgeving die ons land overspoelt. En er zijn mensen die haten Joden. Gewoon omdat het Joden zijn. Misschien niet veel, maar ze zijn er wel. Die mensen hebben een hele grote mond. En die roeren zich in hallen van stationen. En die roeren zich op universiteiten. Die sturen voortdurend signalen uit en sturen brieven rond. Om maar voortdurend er blijk van te geven hoe slecht de Joden zijn en hoe goed al die mensen die eromheen wonen, Arabieren. Het mankeert er nog net niet aan dat ze zeggen dat Iran een soort heilstaat is daar in het Midden-Oosten. Nou vergeet u dat gerust. Daar worden mensen opgehangen, op minst of geringste. Daar worden mensen vermoord door een Ayatollenbewind. Een totale omkering eigenlijk van alle werkelijkheid. Want Israël wordt bedreigd. 19.000 raketten en drones en weet ik wat zijn er sinds 7 oktober op het land afgeschoten. Elke dag weer een paar 100 of een 10-tal of 20 of 30-tal raketten. Je moet er niet aan denken dat er vanuit Duitsland elke week 3 raketten hier in Elspeet terechtkomen. Dan zou heel Elspeet op zijn achterste benen staan. En dat u elk moment weer in de schuilkelder moet kruipen. Dat zou toch niet normaal zijn? Kennelijk is dat voor Israël wel normaal. En hebben ze dat aan zichzelf op een of andere manier te danken, volgens sommige mensen die er kennelijk op een of andere buitengewoon kromme manier over denken. Vele duizenden Israëliërs in het noorden van Israël, die uit hun huizen zijn verdreven. En 80.000 man, die wonen in hotelkamers in Jeruzalem. En wellicht dat komende dagen er een conflict losbarst rond de grens met Libanon. Want er is ook een andere terreurorganisatie, die is nog machtiger, die heet Hezbollah. En die maakt zich ook gereed om in opdracht van Iran Israël van de kaart te vegen. Daar hebben ze ook mooie woorden voor, mooie leuzen, die kunt u ook horen. Als u een keer naar Amersfoort reist of Amsterdam reist, dan kunt u dat horen. En dan komt u groepen mensen tegen en die zeggen, from the river to the sea, Palestine must be free. Weg met die Joden. Jammer dat Hitler zijn taken niet af heeft kunnen maken. Beetje cynisch zeg ik dat. Soms krijg je wel eens de indruk dat die Jodenhaat zo verschrikkelijk ongefundeerd en zomaar los is gebarsten. Waarom nou eigenlijk? Het is een mis met de Joodse mens. Waarom zouden die omliggende volkeren die Joden nou zo haten? En waarom trouwens, in Nederland trekken de meeste mensen zich er maar weinig van aan. Helaas soms ook in de kerk. In de Tweede Wereldoorlog ook zo. Hè? 5% van de mensen zaten in het verzet en namen Joden in huis. 5% van de mensen hebben ze verraden. 90% van de mensen keek gewoon de andere kant op en deden of er niks aan de hand was. Zou vandaag zo wel eens weer kunnen gebeuren. Toch wel lastig, hè? Dat te verdiepen in die problematiek daar in het Midden-Oosten en met die Palestijnen en... Is dat dan niet zielig voor die mensen? Zeker. Ik ken ook Palestijn.
die worden ook getiranniseerd door terreurorganisatie Hamas en Hezbollah. Eén ding willen ze, en dat is dat volk wat daar woonde, wat daar sinds 1948 is teruggekeerd uit de ballingschap. Vermoorden, uitroeien. Vandaar zo'n hele mooie zin, from the river to the sea. En er zijn er nog een paar. Wat heeft dat nou met de Bijbel te maken?